En van een Franse auteur die over Duitsland schrijft en over zoveel dingen meer, gaan we nu naar Nederland, waar we gaan kennis maken met het spraakmakende debuut dat heet De geschiedenis van mijn seksualiteit. Hier is Toby Lakmager. Maar als je dorst hebt, mag je drinken uit het tweede glas water dat daar speciaal voor jou staat. Deze? Ja, precies. Ik neem even jouw boek erbij. Ik heb al een paar keer gezegd een spraakmakend debuut, lovende recensies, maar dat is dus echt niet gelogen, dames en heren. Want wat lees ik hier op die eerste pagina's? Dat is dus werkelijk een opsomming van lovende woorden van niet de minste. Arnon Grunberg, Toby, die zegt, je krijgt er zin van om te leven. Wat een compliment is me dat. Oh, uit de mond van Grunberg. Ja, ja, zeker. Lise Spit, die hier ook nog te gast is geweest, die zegt, het beste boek dat ik dit jaar heb gelezen, hardop gelachen, ook ontroerd geweest. Lees de geschiedenis van mijn seksualiteit, lieve mensen, je krijgt er geen spijt van. Je wordt ook vergeleken met Arnon Grunberg, met Sally Rooney, met wie nog allemaal, J.D. Salinger. Ja, wat doet dat met jou als je zo'n debuut hebt losgelaten op de wereld en je krijgt die reacties? Vooral van Salinger, dat is wel mijn Jezus, dus in de goede zin van het woord. Dus dat vond ik wel echt heel erg vlijend. Sommige mensen dachten volgens mij dat ik het op een gegeven moment vervelend ging vinden dat die Grunberg-vergelijking een paar keer langskwam, dat je dan, Justin Bieber werd ooit veel vergeleken met Justin Timberlake. Dus nee, ik ben niet Justin Timberlake. Maar, ja, ik heb nog steeds wel het gevoel dat ik mijn eigen identiteit heb behouden, ondanks het vergelijken met dat gewoon. Had je het verwacht, die reacties, dat soort reacties, nadat je het boek hebt losgelaten op de wereld? Verwachten, dan zou ik wel of een beetje koekoek zijn. Zeker wel gehoopt dat het aan zou slaan, maar ik denk dat, je bent aan het schrijven en dan hoop je natuurlijk enorm dat het wordt opgepikt, maar tegen de tijd dat het uitkwam was het in ieder geval in Nederland de pandemie echt op zijn, of de pandemie, de lockdown op zijn ergst. Er was geen boekhandel open, dus dan kelderen je verwachtingen toch ook wel weer dat je denkt, nee, ik hoop überhaupt dat iemand het aanschaft of dat ze het op zijn minst nog in de etalage leggen, ook al is die winkel dicht. Dus ik denk dat daar zal iedere schrijver zich van herkennen. Dat je tijdens het schrijven wat megalomane verwachtingen kan hebben. En dan een week voordat het uitkomt, denk je, mijn god. Dus ik heb het gehoopt en niet gehoopt. Ja. Tijdens die pandemie las ik, en tijdens het schrijven heb je ook nog gewerkt als pizzabakker. Klopt. Je hebt daarvoor ook nog studies gedaan, filosofie, literatuurwetenschappen. Maar op welke manier hielp het pizzabakken jou bij het schrijven van een boek? Leuke vraag. Ik denk, want ik vertelde net van tevoren dat ik ook weer met een cursus Frans ga beginnen. En daar was ik, ik kan nog steeds geen Frans. Ik ben iets van 4 cursussen Frans verder. Niets begrepen van wat er net is. We zullen straks nog even de vertaling geven. Oké, okay, is goed. Het is het Nederlands onderwijs dat ik hiervoor aanwijs. Nee, maar ik begin erover omdat ik gelijktijdig met dus een van mijn cursussen Frans begon als met het werk in de pizzeria. En dat het naar mijn gevoel, dat is inmiddels 3 jaar geleden denk ik. En mijn moeder was toen net overleden en ik was klaar met studeren. En ik wist, ik had een boekcontract, ik wilde heel graag schrijven. Maar, en ik moest een beetje geld verdienen. Maar ik had ook structuur nodig. En ik was enorm aan het zoeken, aan het handelen met baantjes, wat nou het beste was om te doen. Want ik ben ook wel een master filosofie begonnen, maar het was best wel lang zoeken om te vinden wat het beste dat schrijven zou ondersteunen. En toen dacht ik op een gegeven moment, in die rare zomer, vlak nadat mijn moeder niet meer leefde, van ik moet dingen gaan doen waarbij ik dingen effectief afkrijg. Dus, bij zo'n talencursus boek je natuurlijk ook best wel, vooral als je laag begint, best wel duidelijke progressie. En
met pizza's bakken. Ja, ik had vrij veel, zoals ook deels in het boek beschreven, niet zulk goed afgelopen horeca verhalen. Dus ik was wel huiverig, maar ik dacht, de keuken vind ik spannend, maar zolang het een pizza keuken is, dan blijft het gewoon één product. Het is overzichtelijk, het is klaar, je hebt instant, je bent blij als die pizza gelukt is en het is iets wat je doet en wat jouw hoofd waarschijnlijk leegmaakt voor andere dingen. Ja, want het ding was dus dat het in die tijd gewoon niet heel goed ging en ik had veel last van angsten. En schrijven, daar is veel over gezegd of je nou wel of niet moet lijden voor de kunst. Maar ik denk in ieder geval niet dat je enorm kan lijden en kunst kan maken tegelijkertijd. Dus dat schrijven ging gewoon helemaal niet goed. En ik dacht, het is belangrijk dat ik 3 of 4 dagen per week heb dat ik tenminste een 6 of een 7 score, zeg maar, op een schaal van 10 en zo. Streef je dan uiteindelijk naar genoeg stabiliteit om ook weer aan de slag te kunnen met schrijven. En dat is toen wel gelukt. Dat is zeker gelukt. Ja, de geschiedenis van mijn seksualiteit, misschien moeten we het even situeren, is een boek met het hoofdpersonage Sophie, tussen de leeftijd van 17 en 24. Je gebruikte daarnet al het woord zoeken. Ik denk het boek beschrijft ook een soort zoektocht van, ja, zoals elke jonge mens tussen 17 en 24 op zoek naar zichzelf, op zoek naar wat ga ik nu doen, wat kan ik nu goed. Hoe autobiografisch is het? Het speelt zich ook af in Amsterdam, moet ik er ook bij zeggen. Het begon erg autobiografisch, althans uiteindelijk denk ik dat je ook in de keuze om dingen weg te laten. Dus ook al heb je het over dingen die zo ongeveer zijn gebeurd, ook door weglating zit natuurlijk heel veel vervorming in. Maar ik denk dat ik het boek begon te schrijven met een enorme overtuiging dat ik het meest urgente verhaal moest vertellen dat er was. En ik had toen ook uiteindelijk zijn namen wel redelijk aangepast, maar ik dacht nee, er wordt niks gefingeerd. Er moet een soort. En eigenlijk tijdens het schrijven, want ik heb wel korte verhalen geschreven voordat het boek uitkwam, maar nog nooit iets van deze lengte. En dat klinkt heel suf, maar ik heb echt pas zo, ik denk 4 hoofdstukken, dacht ik mag gewoon verzinnen. En dat ik toen ben ik meer fictie gaan toestaan. Het laatste deel van het boek is in 3 delen opgedeeld. Het heet de geschiedenis van mijn seksualiteit, de geschiedenis van mijn ongelijk en Elias wel verloren. En het laatste deel centreert zich rondom de dagen voor en na mijn moeders overlijden. En dat is natuurlijk weer een deel dat, daar is niet enorm veel bij verzonnen. Maar wel dat je toch weer zo bewust details kiest en niet kiest dat ik toch voorstander van ben dat begrip fictie en non-fictie is denk ik moeilijk. Ja, het is een roman in elk geval. Het is een roman geschreven in een heel directe stijl. Je spreekt de lezers ook rechtstreeks aan. Als je het leest, dat gaat enorm vooruit. Misschien is het een goed idee om eens een stukje voor te lezen, zodat de mensen hier weten wat ik precies bedoel met het gaat vooruit. En dat is, het is rechtstreeks, het is op pagina 47 speelt het zich af. Gaan ze die Anne leuk vindt. Ja. Denk jij ook, hè? Nee? Hopelijk, ja. Dus ik heb het aangeduid met potlood. Het begint bij het was donker geweest. Ja. Het was nog steeds heel donker toen ik een paar maanden later mijn eerste vriendinnetje ontmoette. Jennifer. Jennifer is actrice, maar je kent er waarschijnlijk nergens van. De meeste acteurs ken je nergens van. Dat is echt een misvatting over acteurs. De avond dat ik haar ontmoette, was dat ongeveer het eerste wat ze tegen me zei. Je kent me waarschijnlijk nergens van. Ik vond dat een enorm ontroerende openingszin. En ik denk dat er niemand is die zich ooit op een meer openhartige manier aan me heeft voorgesteld. Het eerste wat ik tegen haar zei, was dat ik niet begreep waar de wc's waren en of zij toevallig op meisjes viel. Ze wees naar achteren en zei ja. Dan heet ik Sophie, zei ik. Toen ik terugkwam van de wc, stond ze nog steeds op dezelfde plek. Zo wist ik dat ze met me wilde zoenen. We begonnen te praten over haar tuinbroek,
waarover ze me vertelde, dit is geen lesbienne tuinboek. Ik ben gewoon een lesbienne in een tuinboek. Dat is iets anders. Het is gek, maar lesbiennes zijn altijd heel bang om lesbiennes te zijn. Waarschijnlijk omdat ze bij één verkeerde beweging voor fundamentalist worden uitgemaakt. Ik ben een hoofdstuk eerder zelf voor lesbische fundamentalist uitgemaakt. Ja, Sophie, het hoofdpersonage valt dus eerst op mannen en daarna op vrouwen. Nu, die laatste zin, lesbiennes zijn bang om voor lesbiennes te zijn, omdat ze bang zijn om uitgemaakt te worden. Ik dacht toen ik dat las, nu hoezo? Zijn we daar nu nog niet klaar mee? Mensen die op andere mensen verliefd worden, maakt toch niet uit? Nee, nou, ik denk, ik vond het wel interessant om, en ook leuk om in het boek, het überhaupt dus over lesbiennes te hebben, omdat ik niet echt denk dat dat in de wereldliteratuur of filmgeschiedenis is gebeurd. En ik denk dat, wat ik bijvoorbeeld boeiend vind, is dat veel vrouwen die ik ken die op vrouwen vallen, moeite hebben met de term lesbi of lesbienne. Waarschijnlijk omdat het toch een term is die een beetje is geclaimd door de mensen die het over die groep heeft en niet echt de groep zelf. En hangen er allemaal ideeën aan vast over mensen met kort haar of vies gewassen shirts, ik weet het niet. Maar ik dacht, ja, tegelijkertijd, je kan je onprettig voelen bij die term, maar er is eigenlijk geen ander woord waar we, ja, ik behoor dan ook weer niet meer helemaal tot die groep, maar waar deze vrouw zich wel fijn bij voelt. Ik denk dat dat best wel problematisch is als je als groep niet eens een woord hebt waar je je comfortabel bij voelt. En, ik denk dat, ja, dit klinkt nu ernstig en in het boek heb ik het vooral willen tackelen met grapjes, maar ik denk dat humor vaak ten koste is gegaan van dit soort groepen. En het leek mij, en dat is altijd moeilijk, want het is voor hetzelfde, voor je het weet maak je toch ook wel weer grappen ten koste van die groep, maar mijn bedoeling was in ieder geval om met humor meer die pijn van die groep te laten zien. Mm-hmm. En te laten zien inderdaad hoe gek het is dat het nog steeds heel moeilijk is voor groepen. Ja, want er komen nog andere voorbeelden in het boek. Ik weet niet wat je zelf hebt meegemaakt waarvan je dacht van, nou, reacties van andere mensen. Misschien subtiele reacties die misschien nog wel het ergste zijn. Klopt. Ik weet niet. Ik denk dat zit ook in het boek. Een soort grapje van homo's worden tenminste nog in elkaar geslagen. Wij bestaan niet eens. En dat is wat ik wel. Ja. Nou ja, niet dat ik nu eigenhandig het bestaan van de lesbienne in het leven heb geroepen, want ze bestonden al. Maar ik wilde wel. Ja, iets. De lezer een beetje de ogen doen openen voor het feit dat het een groep is die op een bepaalde manier, waarvan eigenlijk het bestaan zelf in twijfel wordt getrokken. Ook als je kijkt naar films of zo. Het gaat niet alleen om waar de hoofdrollen naartoe gaan, maar gewoon überhaupt is er een rol voor iemand van zo'n groep. Dat, ja, ik denk dat best wel problematisch is. Mm-hmm. Hoe vermoeiend is het om daarmee om te gaan? Met die reacties, met het feit dat je je als groep niet erkend voelt of gezien voelt? Want ik wist het niet dat het zo erg was. Ik las die dingen en ik denk, weetje, en dan, wij denken dan nog in Vlaanderen, zeker in een stad als Amsterdam, daar zijn ze toch helemaal niet meer met dat soort dingen bezig, maar toch wel dus. Ja, in Amsterdam en overal. En ik denk, het is altijd moeilijk omdat natuurlijk het is personage waar ik over schrijf valt voor een deel samen met wie ik ben en voor een ander deel ook niet. Ik zou niet per se zeggen dat wat er in dat boek wordt omschreven, dat dingen zijn waar ik nu op dagelijkse basis tegenaan loop. Dat zijn weer andere dingen, maar ik denk in ieder geval wel dat het naïef is om te denken dat we heel veel. Ik weet niet anders dan hoe ik moet. Ik denk, zeg maar, mannen kijken in principe heel erg op vrouwen neer. Dat is volgens mij een beetje kern van het probleem. Dus vrouwen die op vrouwen vallen, dat is een soort minachting.
ja, die wordt dan gemaximaliseerd. Maar goed, dat, ik denk dat ik ja, in die zin misschien ook, nou, ik denk dat het boek überhaupt over een aantal dingen gaat, maar misschien wel meer dan het over gender gaat, heb ik denk ik vooral ook, in ieder geval toen ik het schreef als kinderveronderstelling, dat ik gewoon een feministisch boek schreef. En ik kom misschien uit een andere positie dan wat we vaak als feminisme beschouwen, namelijk een witte hetero vrouw die zegt, dat is toch hoe het standaard feminisme op dit moment een beetje gezien wordt, maar ik... Ja, heb daarin weer een ander soort invalshoek, maar ik denk dat ik ja, verschillende aspecten van die, ja, die deze zin kent even geen einde. Je schrijft ook, je had het er straks ook al over, over ja, angsten waarmee je, of waarmee het personage kampt. Kan je omschrijven wat, ja, wat voor angsten dat zijn, waar ze tegenaan loopt? Ja, nou ja, ik denk dat het boek, of wat je net ook zei, in zekere zin heeft iedereen die zoektocht in die leeftijdsperiode. Maar gebeuren er bij dit personage een aantal dingen waardoor die... Dus ik denk, het is een tijd waarin iedereen's houvast iets minder is of de boel wat meer op losse schroeven staat. Maar er zijn hier, denk ik, zowel intern als extern wat dingen waardoor die houvast er nog minder is. Dus en interne vraagstukken rondom bijvoorbeeld gender, maar ook extern zoals de ziekte van haar moeder. En ja, hier in, ja, bij Sophie, zeg maar, resulteert dat dus... In angstaanvallen en ook vaak niet heel expliciete angstaanvallen, maar meer een soort sluimerende angst die, achter, die onder alles zit. En ik vond dat wel heel uitdagend om te schrijven, omdat ik wel dacht, als ik het over mijn eigen leven wil hebben, moet ik het in de eerste plaats eigenlijk over die angst hebben, helaas. Maar tegelijkertijd denk ik dat, ja, iedereen heeft wel eens last van angst en weten we dat het meer dan ja, iemand zei ooit dat van verdriet en woede, dat zijn emoties met temperatuur, maar angst is een soort temperatuurloze emotie. En ja, waar ik denk dat je woede en verdriet nog redelijk onder woorden kan brengen, was het wel, ik vond het heel belangrijk dat ik die angst goed onder woorden kreeg, maar het was wel lastig omdat het juist vaak een heel abstract gevoel is. En je wil niet, ja, in het wilde weg schrijven. Hoe kwetsbaar stel je je daarmee als auteur op om het ook daarover te hebben? Maar waarom vond je het wel belangrijk om dat ook in het boek te schrijven? Ja, nou, het is wel grappig, want mensen vragen, vooral in het begin vroegen veel mensen van, is het niet enorm kwetsbaar om zo'n boek te schrijven? Maar ik... te beginnen denk ik wel dat er een steekje los moet zitten, als je maar misschien überhaupt als je schrijft op dit soort podia gaat zitten. Maar gelukkig voor ons zijn er veel mensen, hoor. We hebben dat heel graag. Ja. Maar ik heb me er toch nooit zo kwetsbaar over gevoeld, omdat ik dacht, want ik heb ook ik heb een kort verhaal, eigenlijk was dat mijn enige echte wapenfeit voor het boek, was een kort verhaal met dezelfde titel, wat eigenlijk een soort kleine, soort mini-versie was van het boek. En toen voelde ik al van, als je gewoon er heel hard je best voor doet, en ja, dan heb je toch die literaire kwaliteit, als het goed is, ik weet niet of ik deze vergelijking goed maak, maar een soort ozonlaag. Ja, nee, het gaat natuurlijk niet goed met de ozonlaag. Dus dan... ja, het gat is gedicht ondertussen. Oké. nee, maar dus ik... Ja, en natuurlijk zijn er echt wel momenten dat je twijfelt, oh, heb ik wel een goed boek geschreven? Maar in principe voel ik wel, ik heb iets gemaakt dat in principe kunst is. En dan, ook al is het evident dat het op jezelf betrekking heeft, dan... voelt het voor mij toch veilig. Ja, en die thema's, om dat ja, bespreekbaar te maken, misschien vind je dat ook belangrijk dan? Dat dat ja, en gaat. Zoiets als angsten, kijk, ik bedoel, ik ben er dan open over, maar ik maak me geen... Ik bedoel, ik denk dat ik heb het over een periode waarin ik misschien nog wel dacht dat ik de enige was die zich zo kwetsbaar voelde, maar inmiddels
weet ik ook wel dat dat, ja, die mentale kwetsbaarheid, hoe wijdverspreid die is. Dus, ja. Het is goed dat je het daarover hebt, ja. In je boek komt ook heel veel, ja, grappige scènes voor. Ik heb er heel vaak luid op gelachen ook. Maar humor, is dat iets wat je ook gebruikt, een beetje als schild misschien, om te gaan met moeilijke situaties of met het leven in het algemeen? ja, sowieso in het leven al in het algemeen. En ik denk wel dat ik heb misschien een grappiger boek geschreven dan ik het had bedoeld. Dat ik wel tijdens het schrijven op een gegeven moment merkte van, nou, er moet ook nog een soort ernst in komen. Totdat ik gelukkig realiseerde dat er ook wel dat, ja, de ernst door die humor heen kan sijpelen. Want als je heel bewust ernstige passages dan maar toe gaat voegen, dan wordt het ook niks. De humor is er waarschijnlijk vanzelf in geslopen, omdat je ook zo bent. Ja, klopt. En het is natuurlijk wel weer heel erg oefenen om te schrijven zoals je praat. En om daar, ja, om die kloof een beetje te dichten. Dat is gewoon, ja, oefenen. Nou ja, ja, en wat ik net zei over humor, denk ik dat het gewoon een domein, ja, ik wil niet te veel op deze zondagochtend op mannen afgeven, dus dat is, maar het is natuurlijk wel een domein dat door een bepaalde groep geclaimd is. En ja, ik denk dat ik dat ook interessant vond om grapjes te maken, maar goed, eigenlijk hebben we het hier net over gehad, maar om grapjes te maken die wel bepaalde spanningen tussen groepen adresseren, maar niet ten koste van die groepen die het altijd al moeten bezuren zijn, zeg maar. Ja, nee, het zijn gewoon af en toe heel, heel grappige beschrijvingen. En ik dacht, humor, ja, dat kan je ook gebruiken, hè, als schild om jezelf te beschermen of om te gaan met situaties. Ja, ja, en ik denk, los van dat het om mijn eigen kwetsbaarheid gaat, wilde ik toch, ja, ook gewoon heel graag een leuk boek schrijven. Als ik kijk, ja, klinkt zo cliché, maar als je kijkt naar hoe snel mensen dat boek wegleggen om toch even iets op hun telefoon te checken. Ik heb er natuurlijk niet bewust over nagedacht, maar ik denk toch dat dat ergens een rol speelt. Dat ik weet ook niet of dat goed is, maar dat ik wel me heel bewust was van hoe, ja, wat er langzaam aan de hand is, langzamerhand gebeurt met onze aandachtspannen. En dat dacht ik, moet ze erbij houden. Dus dat is ook, denk ik, een reden geweest dat ik gewoon heel veel grapjes heb gemaakt. Ja. Ja, jouw boek is, de eerste drukken die zijn verschenen met op de cover de auteur Sophie Lakmaker. Personage heet ook Sophie. Nu heet jij Toby. Wat is er ondertussen gebeurd? Nou, niet zoveel eigenlijk. Ik denk dat ik, ja, ik zat al langer met die, kijk, het boek beschrijft, denk ik, ook iemand die zich gewoon ergens het spectrum, laten we zeggen, begeeft. En, het spectrum tussen man en man vrouw. En die naam, zeg maar, Toby was een naam waar ik eigenlijk al lang mee rondliep, in de zin dat ik mijn pakketjes vaak bestelde of Toby. En gewoon overal waar ik niet er echt meer naar buiten hoefde te treden, was dat een naam die ik al gebruikte. En ja, in de tijd dat het boek uitkwam, was ook de tijd dat ik een relatie kreeg. En dat is helaas weer uit, maar zij had twee jonge dochters. En mijn ex-vriendin zei op een gegeven moment tegen haar dochters van vanaf vandaag, nou goed, tegen ging natuurlijk enige overeenstemming aan vooraf. Het is niet dat mijn vriendin opeens bepaalde dat ik een andere naam had, maar tegen, ja, in dat gezin, ik had aangegeven dat ik eigenlijk liever Toby werd genoemd. En toen zij zei dat weer tegen haar kinderen. Kinderen zijn veel leuker en vrijdenkender vaak dan de rest was. Dus dat ging heel, heel snel. Dat was toch gewoon zo. En toen, ja, anders, je komt best snel in een beetje een schizofrene situatie terecht als je thuis die naam hebt en buiten een andere. Dus toen heb ik gewoon doorgegeven op een gegeven moment, dit is nu mijn nieuwe naam.
het was alleen gewoon een beetje een gekke tijd, omdat er ook op dat moment heel veel aandacht was voor het boek. Dus misschien dat het ook op een soort mediastunt leek of zo, maar het was eigenlijk een beetje toeval dat die twee dingen tegelijkertijd plaatsvonden. En het is zo geëvolueerd omdat jij je ook op dat spectrum begeeft, zoals je het zegt, van vrouw richting man. Je bent ook naar een transgender kliniek gegaan, heb ik gelezen. Dat wordt ook even in het boek aangehaald. Was dat omdat je man wilde worden? Of waren daar ook weer gradaties? En hoe is daarop gereageerd? Ja, ik denk dat bij dit onderwerp is wel altijd goed om... Want voor je het weet, zit ik hier niet meer als schrijver, maar meer als een soort spoken. Daarom dat ik het helemaal voor het laatste van het gesprek bewaar. Dat ik dan pas zou flippen. Ja. Nee. Dat we het daarom zouden hebben, als je het goed vindt. Het is voor mij altijd ingewikkeld, want het is onmiskenbaar één van de thema's van het boek. En het is ook een thema dat me aan het hart gaat. Ik denk gewoon dat wat het boek betreft, en ik zit hier natuurlijk voor het boek, is het best wel grappig, want er gaan twee pagina's hier over, het eerste en het laatste. Dus het is denk ik goed om het over die twee pagina's, of om daarbij te blijven. Inderdaad, op de laatste, of een van de laatste pagina's, gaat het over het feit inderdaad dat het hoofdpersonage in gesprek is met de VU, wat eigenlijk de enige plek in Nederland is waar je daar iets mee kan. En dan staat er van, om iets meer jongen te worden, gewoon jongens, of jongens zelf zijn echt sukkels, maar iets meer die kant op. Dit was de laatste sneer. ik denk dat was misschien het enige, of een beetje een nadeel van zo'n naamsverandering rondom PR-tijd. Dan wordt het een heel staccato verhaal van, oh, het is dan dat. Wordt dat ineens het verhaal, terwijl misschien niet meer de roman, ja. Ja, dat. En ik heb er een boek lang, denk ik, over gedaan om nuance te plaatsen. En ik hoop dat die nuance het overleeft. Ja. Wij hebben hier in Vlaanderen een televisieprogramma, dat heet Taboe. Dat wordt gemaakt door Filip Geubels. Ik weet niet of je hem kent. Een stand-up comedian en die is programma's gaan maken over mensen waarmee je eigenlijk niet mag lachen, zogezegd. Het is een heel mooi interviewprogramma. Een van de mensen met wie hij gesproken heeft, dat ging over gender. En met alle nuances waar jij het nu ook over hebt, je wil dat die nuances bewaard blijven, dat is daar heel goed in aan bod gekomen. We hebben in Vlaanderen ook een aantal transgender personen, een journaliste, Bona Spielbeek, een zanger, Sam Bettes, een minister, Petra de Sutter, en daar wordt eigenlijk relatief weinig spel rond gemaakt, zoals we dat hier in Vlaanderen zeggen. Hoe belangrijk vind je dat er ook een soort van rolmodellen zijn? Met al hun nuances. Met nuances. Voor mij zelf was het wel een verademing om Maxime Februari bijvoorbeeld, dat is een Nederlandse schrijver bij ons, maar ja, een Nederlandse schrijver, om hem te zien, maar eigenlijk juist omdat hij laat zien dat het allemaal ook weer niet zo belangrijk is, of ja, bepaalde dingen zijn wel belangrijk, maar het is niet zo ontzettend boeiend. Dus ik heb laatst voor het eerst met hem koffie gedronken, dat was wel, ik dacht eigenlijk never meet your idols, maar ik kon het niet laten. En is het meegevallen? Ja, we konden het goed met elkaar vinden. Dus, en gek, we hebben het dus ook helemaal niet hierover gehad, gewoon over schrijven. Ik denk dat er een beetje een paradoxale situatie is, want bijvoorbeeld zo iemand als Maxime, dat was bij ons een van de eerste, sowieso een van de eerste auteurs, maar ook een van de eerste publieke personen die als trans uitkwam. En die heeft dan voor mij bijvoorbeeld een heel belangrijke rol gespeeld. Dus daar ben ik blij om. Maar voor hem zitten er natuurlijk niet enorm veel vruchten aan. Want eigenlijk baant hij het pad voor mensen na hem. Die vragen hopelijk minder hoeven te beantwoorden. En ik hoop in ieder geval dat we die ontwikkeling doormaken. Ja. Dus als ik jou goed begrijp, dan wil jij zelf ook liever geen rolmodel worden? Nou ja, kijk, of... ik bedoel, ik krijg wel eens berichten op Instagram bijvoorbeeld, of gewoon op,
lezing als dit, dat van jongere mensen, van het me echt veel doet, dat die ten eerste dat ze boeken lezen, maar ook dat ze misschien iets in mij zien dat ze herkennen. Dus ik zou dat nooit, maar ik vind, ja, de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk niet bij die groep, maar bij de media die een genuanceerd verhaal op zich. Bij mensen die ernaar kijken, dat is eigenlijk een link met wat Philippe Claudel net vertelde, ja, maar is dat ook mensen naar andere mensen kijken, dus ja. Ja. Oké. Nog één laatste vraagje, Toby. Ja, het boek speelt zich volledig af in Amsterdam. Als ik het boek uit had, had ik meteen zin om de trein op te springen en nog eens naar Amsterdam te gaan. Ik zie dat in jouw make-up ook de drie kruisjes getatoeëerd zijn. Als ik me niet vergis, is dat ook het wapenschild van Amsterdam, hè? Ja, klopt. Hoe belangrijk is die stad voor jou, waar jij bent geboren en getogen? Nou, ja, wel belangrijk. En ik denk dat het een beetje raakt aan waar we het in het begin van het gesprek over hadden, over die houvast en die periode dus waarin ik wel het boek probeerde te schrijven, maar het allemaal niet lukte, omdat ik eigenlijk niet stevig genoeg in mijn schoenen stond toen. Ik heb het denk ik een half jaar nadat mijn moeder was overleden, die tattoo laten zetten, omdat ik, en het klinkt misschien raar, alleen op een gegeven moment voelde het alsof er zoveel grond onder mijn voeten zo nu en dan vandaan werd getrokken, dat ik dacht, ik werd heel dankbaar voor het feit dat Amsterdam er gewoon altijd was, zeg maar. Ik bedoel, er zijn veel toeristen en er valt van alles op af te geven, maar het is wel een constante of zo. En toen zag ik een jongen bij wie het heel cool stond. En die had een relatie met een meisje dat ik eigenlijk heel leuk vond. Dus er waren meerdere belangen in het spel. Maar toen dacht ik, toen heb ik gewoon gevraagd, bij wie heb jij dit laten doen? Toen heb ik het in mijn nek laten zetten. Doodeng was mijn eerste tattoo. En toen zei dat meisje ook nog, want het was dus tijdens de lockdown. Toen zei ze van, ik heb dit al zo lang niet meer gedaan. Tattoo zetten. Vlak voor ze die naald in mijn nek zetten. Maar ze heeft het wel heel... Ik zie dat het goed is afgelopen. Ja. Het staat je heel goed en ik vind het ook een prachtig verhaal dat erbij hoort. Heel erg bedankt, Toby, om bij ons te zijn om over al die dingen zo uitvoerig te praten. Kijken dan uit ook naar je volgende boek en naar het volgende gesprek misschien. Dankjewel. Toby Lachmaker.